Als je dit doet in huizen Paul en Dirk, dan komen de vliegjes zo uit de vuilniszakken gevlogen. Die zijn met de camera een beetje moeilijk te zien, maar de andere rotzooi ligt voor het oprapen. De gootsteen loopt echt ontzettend vaak over. En de frituurpan op het balkon is een keer geëxplodeerd en toen was het ook erg smerig, maar dat hebben we keurig schoongemaakt. In dit huis wonen 10 studenten, jongens en meisjes. Op een gegeven moment werd de gootsteen zelf zo vies dat er rare dingen in gingen groeien. Ja, hier groeide een plantje uit. Dat was eenmalig hoor, maar we vonden het zo'n mooi beeld dat we het inderdaad op foto hebben gezet. Ja, en die foto's sturen ze spontaan op voor een internetwedstrijd. Ze verzamelen daarmee zoveel stemmen dat ze de tweede prijs winnen. Het wordt allemaal volgende week schoongemaakt. Want dat hebben ze gewonnen, een grondige poetsbeurt. En ook al is het plantje nu weer verdwenen, er zijn nog viezere plekken. De oven bijvoorbeeld. Ik zal hem even open doen. Onderin ligt, ja, wat het is geweest, dat weet ik niet. Er ligt toch wel een laag met zwart verkoold, ja, etensresten, denk ik. Het raampje zelf, daar kun je ook helemaal niks meer door zien. Dat is één laag vet geworden, het is gewoon helemaal geel. Muizen zie je hier nog net niet rondlopen, maar... Andere ongedierte wel. We hebben afgelopen zomer een madenplaag gehad. Er trok op een gegeven moment iemand een pak rijst uit een kastje. En de rijst bewoog en het leefde. Het was gewoon één grote pak met maden geworden. En ondanks deze ronduit smerige verhalen vinden Paul en Dirk het hier goed toeven. In het begin denk je wel, ja, wat is het hier vies, maar op een gegeven moment weet je niet beter en dan doe je het gewoon zo. Die scheur, dat vertrouw ik ook niet helemaal. Maar ja, je wordt er een beetje immuun voor of zo. Je gaat gewoon zitten, je denkt er niet meer bij na, niet dagelijks. Volgens hen kan het nog altijd erger. Want vies thuis zijn we zeker niet. Maar een pizza in deze oven? Ja. Liever niet.